Raak jij altijd je sleutels, je portemonnee of je hond kwijt? Of wil je bijvoorbeeld controleren of je koffer wel mee is op vakantie? Dan heb je een Bluetooth tracker nodig. In deze video vertellen we je precies waar je op moet letten als je er eentje gaat aanschaffen. Welkom bij een spiksplinter nieuwe bol.com sterren review, waar wij aan de hand van jullie reviews producten gaan reviewen. Ik ben Quinten. Ik ben Julia en Quinten, dit is echt jouw ding, hè? Ja. Je hebt er zo overal aan vast. Je zou niet willen weten hoeveel ik heb. Doe eens een gokje. 10. Hoeveel? 12. Ik heb 12 AirTags, maar dat komt omdat ik altijd alles kwijt ben en ik gebruik het letterlijk ook voor een van de 3 tassen. Elke tas heeft er 1, portemonnee heeft er 1, elke sleutel heeft er 1. We gaan er 2 vergelijken vandaag, de Apple AirTag en de Samsung Galaxy Smart Tag. En om jou op weg te helpen bij het kiezen van welke tracker nou bij jou past, gaan we ze vergelijken op het gebied van functie, gebruik en design. Ben je nou benieuwd hoe nauwkeurig deze trackers zijn? Wij weten het al en jij kan het ook weten als je blijft kijken naar onze waanzinnig wetenschappelijke test. Ja. Zit in je onderbroek? Mocht je nou vooral willen weten met welke extra functies deze trackers jouw leven makkelijker kunnen maken, klik dan nu onderin naar het hoofdstukje functies. Maar blijf even kijken, want wij gaan eerst naar het hoofdstukje voordelen. Yes. We beginnen even bij het begin. Wat zijn deze Bluetooth trackers nou precies? Ja, dit zijn kleine apparaatjes die door middel van een Bluetooth verbinding met jouw smartphone jou kunnen laten weten waar bijvoorbeeld je rugtas, je sleutelbos of je auto is. Ja, en valt dat binnen jouw bereik, dan zie je de exacte locatie van je tag, je tracker. Maar valt het buiten je bereik, dan krijg je een geschatte locatie en dat kan dus doordat hij dan de Bluetooth-signalen van andere telefoongebruikers kan oppakken. Ja. Misschien vraag jij je nu wel af, hoe heb ik ooit zonder zo'n tracker kunnen leven? Nou, daarop heb ik het antwoord niet, maar ik kan wel even de voordelen voor je op een rijtje zetten. Een van de grote voordelen is de batterijduur. In deze trackers zitten knoopcelbatterijen. Het zijn hele kleine batterijtjes en hierdoor hebben beide trackers een batterijduur van minimaal een jaar. Ja, dat is echt lang, hè? Ja. Een ander voordeel is natuurlijk het compacte design. De batterijen zijn klein en daardoor zijn de trackers ook klein. Dus dat is ideaal voor bijvoorbeeld aan je sleutelbos. En een groot voordeel is dat deze trackers verbinden door middel van Bluetooth. Nou, voor Bluetooth heb je geen abonnement nodig, dus heb je ook geen extra kosten. Wel goed om te weten, die Apple AirTag die is alleen te gebruiken voor iPhone-gebruikers met iOS 14.5 of nieuwer. En bij deze is dat echt alleen voor Samsung-gebruikers. Ja, en daarvoor moet je Android OS 8 of hoger hebben. Laten we het even hebben over het gebruik. Je kunt deze trackers natuurlijk overal aanhangen. En dat zien we ook terug in de reviews. Sommige mensen doen hem aan hun koffers als ze op vakantie gaan om hun verloren bagage terug te vinden. En andere mensen hangen hem bijvoorbeeld aan hun hond om te kijken waar die op avontuur gaat. Ja, en ik las zelfs een review dat iemand hem gebruikt om haar dochter te tracken in het buitenland. En dan kon ze zo precies zien waar ze was. Ja, je kunt die Bluetooth trackers dus overal aanhangen. Maar dan moet je ze wel eerst even installeren. En dat is gelukkig heel makkelijk. Ja, we beginnen met de Apple AirTag. En dat is een fluitje van een cent. Ontgrendel allereerst je iPhone of iPad. Zorg dat Bluetooth ingeschakeld is en hou de AirTag in de buurt. Er verschijnt een venster op het scherm met daarop de AirTag. Tik op verbind. Geef je AirTag vervolgens een naam en klaar is Kees. Om de SmartTag van Samsung te installeren moeten we wat meer stappen doorlopen. Open de SmartThings app en druk op de knop op de Galaxy SmartTag. Selecteer nu toevoegen, selecteer de cirkel en tik op akkoord. Druk op de knop in het midden van de Galaxy SmartTag. Het apparaat zal een geluid maken om te bevestigen dat het in koppelmodus is. Volg de instructies op het scherm om de verbinding te voltooien. In de review zien we ook terug dat de Apple AirTag lekker snel te installeren is. En mensen noemen hem ook slim, makkelijk en gebruiksvriendelijk. En ondanks dat die SmartTag wel net wat meer stappen vereist, zien we wel terug in de reviews dat het alsnog heel simpel is. Oké, je hebt straks alles geïnstalleerd. Die tag zit in je portemonnee. Raak je hem vervolgens kwijt, dan wil je hem natuurlijk opsporen. En dan wordt het tijd voor actie. Die AirTag, die vind je terug in de Zoek Mijn app. De SmartTag, die vind je terug in de SmartThings app. Als je AirTag binnen een straal van 10 meter is, kan jouw iPhone 11 of nieuwer je er direct naartoe brengen met nauwkeurig zoeken. En dan krijg je in de app een pijl te zien die wijst naar welke kant je op moet en hoe dichtbij je bent. Ja, en hoe zit dat bij die SmartTag? Nou, om je SmartTag op te snorren gebruik je de zoek dichtbij functie in de SmartThings app. Hierin zie je hoe sterk het signaal is van je SmartTag en zie je een groen gebied die groter of kleiner wordt aan de hand van de sterkte van het signaal. En zo kun je hem opzoeken. Het is echt een beetje schat zoeken zo. Ja, letterlijk. Wel goed om te weten dus dat het signaal van jouw Bluetooth tracker ook afhangt van andere iPhone gebruikers of Samsung gebruikers. En dat lazen we ook in deze review. Werkt goed, maar als gebruiker moet je je goed bewust zijn wat de AirTag kan en hoe de werking is. Geen iPhone in de buurt betekent geen positiebepaling. Dus niet je hond met de AirTag in het bos vrijlaten
En dan verwachten dat je kan zien waar de trouwe viervoeter is. Ja, en wij zouden sterrenreviews niet zijn als we dit niet even aan de tand gingen voelen. Ja. En nauwkeurigheid zouden gaan testen. Dus hier in de studio is een AirTag en een SmartTag verstopt. En die gaan we nu opzoeken. Kijk, we mogen verstoppertje spelen. Er zijn hier twee tags verstopt. Ik ga op zoek naar de AirTag. 2,4 meter, 2,3 meter, 2,1 meter. Ben jij het? It's moving. Oh, leuk is dit. 1,6 meter rechts van je. Oh, 0,5 meter. Oh, hij gaat ook helemaal trillen. Ja! Nou. Vet snel. Dat was zo snel. Wow, dit is leuk. Succes met de SmartTag. Dankjewel. SmartTag. Ik vind het nu al lang duren, Quinn. Ik weet niet hoor, maar deze ligt hier al een tijdje. Ik heb een iPhone, het is moeilijk kaart weergeven. Daar is hij hoor, dichtbij zoeken. Oh! Het is de cameraman! Ik zweer het. Zit hij in je onderbroek? Waar zit hij? Dat is goed. Hij zit letterlijk in zijn onderbroek. Ik voel hem niet. Oh, hij zit wel gewoon in de broekzak. R5, AirTag 5. Om het opsporen van jouw verloren sleutels of die portemonnee nog wat makkelijker te maken, hebben beide trackers ook wat handige functies, hè? Ja, zo kun je beide de Apple AirTag en de Samsung SmartTag een geluid laten afspelen. Okay. Dus als jij bijvoorbeeld de deur uit moet en je kan net je sleutel niet vinden, dan druk je op de knop. Daar is hij! Ja. Verhip! Net als voor je andere Apple-producten kun je ook voor je AirTag de verloren modus inschakelen. Dan krijg je automatisch een melding als andere apparaten binnen het netwerk jouw AirTag hebben opgepikt. Je kan ook instellen dat mensen jouw contactgegevens te zien krijgen als ze je AirTag tegen hun telefoon aanraken. Dat kan wel alleen als zij een NFC-chip erin hebben. En dat is dezelfde technologie waarmee je met je mobiel betaalt. En ben je niet je SmartTag kwijt, maar je Samsung-telefoon? Geen probleem. Op de SmartTag zit een knop als je daar twee keer op drukt. Maakt hij een geluid? En dan kun je hem zo terugvinden. Ja. Al jaren aan het zoeken. Ja, dit is echt zo'n functie die bij heel veel gebruikers in de smaak valt. En in de reviews zei iemand dat het vooral heel erg handig is. Ja, dat geloof ik wel. Ik wil het ook. Maar ik heb AirTags. Samsung die wil graag je leven en je huis wat slimmer maken. En daarom is die SmartTag ook gelijk eigenlijk een simpele afstandsbediening voor je smart home apparaten. Met één druk op de knop kun je je slimme verwarming, je slimme verlichting aan of uitzetten. Very smart. We gaan het even hebben over het design van deze Bluetooth trackers, ook al zijn we daar snel doorheen. Ze zijn beide redelijk klein, maar de Apple AirTag is iets kleiner. En de Apple AirTag die is zoals je kan zien rond en deze is iets vierkanter. Daarnaast is de Apple AirTag alleen in wit verkrijgbaar, maar de Samsung Galaxy SmartTag die is in zwart en grijs. Ja, en die Samsung Galaxy SmartTag die heeft dus ook zoals je kan zien een sleutelgat erin. Dan kan je meteen aan je sleutelbos hangen. Wil je dat bij die AirTag doen, dan heb je wel een hoesje nodig. En voor beide zijn er ook hoesjes. Oh. Kijk, die tover ik hier zo onder de tafel vandaan. Dan kun je hem dus alsnog gewoon overal aanhangen. Ja, sommige reviewers vinden het toch wel een nadeel dat je bij de Apple AirTag er niet nog een hoesje bij krijgt, zodat je hem ergens aan kan hangen. En dat je dat nog los moet aanschaffen. Oké, design hebben we besproken. De trouwe sterrenreviewskijker die weet ondertussen wel dat wij het leuk vinden om te testen waar we de producten in kunnen stoppen. Dus dat gaan we nu ook weer doen. Weet jij nu alles wat je wil weten over de Bluetooth trackers van Apple en Samsung. Maar wat is het eindoordeel van de bol.com gebruikers? Wel, Apple AirTag krijgt 4,4 sterren en de Samsung Galaxy SmartTag krijgt er 4,2. Ja, en wij weten hier dus nu alles over. Quinn, je hebt zelfs 12 van deze tags. Om je nog het laatste keer goed op weg te helpen, geven we je een kerstverse review van ons aan jullie. Ben jij een iPhone-gebruiker die net als ik altijd alles kwijt is? Dan is een Apple AirTag echt onmisbaar in je leven. Het is super makkelijk te installeren en met de app heb je zelfs een pijl dat je precies weet welke kant je op moet om je spullen te vinden. Wel typisch Apple dat je nog een accessoire moet aanschaffen als je hem aan je sleutelhanger wil hangen. Voor de rommelige Samsung-gebruiker is eigenlijk de SmartTag onmisbaar. Je moet er even voor gaan zitten om hem te installeren, maar dan heb je ook wat. Want je kan hem niet alleen gebruiken als tracker, je kan er ook je telefoon mee opsporen en je smart home ermee bedienen. Hopelijk weet jij nu precies waar je op moet letten als jij een Bluetooth tracker gaat aanschaffen. Wil je nog meer weten, dan staan er linkjes onder in de beschrijving. Dan kun je ook direct de prijs checken. En als je op het i'tje klikt hierboven, dan ga je direct naar bol.com. Bedankt voor het kijken, like deze video en laat ook even een review achter. Hè, als je binnenkort je oma aan het
tracken bent. Je portemonnee, je sleutelbos. We horen het graag. En abonneer op dit kanaal, zodat je de volgende sterrenreviews niet mist. Wil jij nog wat zeggen, Kim? Kan je ook calorieën ermee tracken? Doei!